De dependance van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie te Kommerwijnen wil de potentie van ondernemers in het district beter tot uiting brengen. Daarom werd afgelopen zaterdag een eendaagse minibeurs gehouden te Nieuw-Amsterdam. Sandra Geffrey, coördinator van EZ Dependance Kommerwijnen, geeft aan dat er vaker trainingen zijn verzorgd aan de ondernemers van het gebied. Echter is dat niet voldoende om de ondernemers aan hun trekken te laten komen. Je kan niet altijd blijven steunen op één ding. Je wil meer zien, je wil bezig zijn met die mensen, je wil uitbreiden. Weet je, het is ondernemerschap. Je wil die ondernemers betrekken in alles wat er te doen is. Je wil ze hun producten laten promoten, zodat ze een beetje meer aan hun trekken kunnen komen, hun producten kunnen verstrekken en promoten. VHP-parlementariër Surjani Mingun is ingenomen dat het ministerie de ondernemende burger helpt om zijn of haar bedoeling kenbaar te maken. Mingun wees de ondernemers erop dat ondernemen niet alleen het starten en uitvoeren is van een zakelijke activiteit met als doel winst te maken. Directeur Karishma Mathura van Ondernemerschap haalde aan dat kleine ondernemers een extra push nodig hebben. U was nieuwsgierig geweest naar het identificeren van een marktkans, het opzetten van een klein bedrijf, het werven van klanten, het bieden van producten of diensten en het beheren van financiën, wat nu een grote uitdaging is, en operationele aspecten van uw onderneming. Juist in deze tijd, waar financieel, economisch zwaar is voor ons allen, liggen daar kansen. Grijp ze. Suriname heeft u nodig. Uw district heeft u nodig. Uw resort, uw gezin. Access to finance is een grote uitdaging, maar daarbij wil ik ook gelijk alle ondernemers oproepen. We zijn breed uitgekomen met een project, het heet SURGE, S-U-R-G-E, het SURGE-project. Alle informatie ervan is terug te vinden op de social media van het ministerie. Ik zou ieder hier verzoeken om onze social media page te liken en volgen, omdat we heel veel oproepen plaatsen. De heer Mohan heeft gesproken over afzetmarkten. We hebben recentelijk op de Facebook een oproep gedaan naar ondernemers die naar China willen exporteren. Dus waar we voor willen gaan is meer samenwerking tussen de overheid, tussen de regering en de ondernemers, maar ook tussen de ondernemers onderling. Mathura gaf verder aan dat het ministerie ondernemers ook kan helpen bij het opzetten van een business development plan, waarbij een verkoopplan gemaakt zal worden voor de ondernemer. Met zo'n verkoopplan kunnen ondernemers in aanmerking komen voor een grant ter waarde van $100.000.